gezien. Dus we zitten even alleen, dat is echt waar dat de fietsen en zo moeten staan. En de buggies. Maar ik heb ook zo'n niet zitten. Omdat die dus heel schoon komt, een beetje bij alle rond. Omdat ik veel prikkels. Ik heb al wel wat stress en zo'n ding allemaal. Dus ja. Psycholoog. Dan gaan we alles laten controleren. Dat is met de begeleiding bij. En donderdag gaan we nog eens een keertje naar mijn grote held. De laatste keer denk ik dat we haar gaan zien. En ja, dat voelt wel. Aan de ene kant voelt dat goed. Dat je die nog eens kunt zien aan de andere kant, dat is ook zo dubbel. Nou, je bent wel blij, maar je bent ook weer niet blij. Maar eerst dit. En het is wel leuk dat we naar de psycholoog kunnen gaan en zo. En allemaal, dat we wel een beetje kunnen praten en zo. Die keer staat op de. Op de dingen staat hij op gsm, dus ik hoop dat hij nog internet is. Dat vind ik altijd zo'n beetje eng om dat te doen, maar ja, dat is de eerste oplossing. Dus ja, ik zal het wel zien hoe dat verloopt. Dus toezien kijken, dus het is wel leuk. Nu gaan we naar de tram. Jammer dat Moses moet werken. Dat is spijtig, want dan had ik haar kunnen zien. Maar ja, helaas, ze moet werken. Ik kan niets aan doen, maar ja. Dus straks komt er gewoon de begeleiding voor de tweede afspraak. Dus helemaal alleen even doen. Dus ik weet niet, zou een ander laten weten. We moeten de trappen, maar we zijn eigenlijk een beetje te vroeg. Zoals ik al zei. Het is zo goed als 3 uur, maar het is een beetje te vroeg. Maar we gaan toch al richting het ziekenhuis gaan. Aanmelding en zo doet ook altijd een beetje lang. Dus gaan we dat toch al doen. Dan zijn we zeker op tijd. Dus daar gaan we nu naartoe. Naar de tram. Om daar. Ja, dat is wel alleen naar de ziekenhuis draaien. Ik zit ook niet zo heel lang opgevoerd, vandaag ook niet 100%. Maar ja, afspraken zijn afspraken, dus je kunt er niet van onderuit muizen. Dus wel, hè. Even drinken hier. Ik heb er cola in gedaan. Zo. En dan gaan we eens gaan kijken naar binnen.
Beter vroeg dan te laat, zeggen ze dan. Hoe laat het nu is, moet je eens kijken. Dan gaan we naar... Er wordt weer in de wachtruimte gezet, weer een keer. Puur gewoon dat je niet voor hebt. Dat je elke keer aan je wordt gestuurd, dan heb ik het gevoel dat ik altijd direct gestuurd ben. Dus je moest wachten tot het nummertje eindelijk het scherm verschijnt. Ik zie in de lift naar boven in nummer 6. Hey. Dus, er zit mijn... Ik heb dat uitzicht. Nu zien, kijk. Aan de andere kant. Kijk, daar zie je. We zijn iets te vroeg. Maar beter te vroeg dan te laat zijn ze dan. Dus het is voor controle, dus het komt wel goed. We hebben weer heel lang moeten wachten daar om aan te melden en dan zijn we terug naar boven gekomen. En nu gaan we naar de transitafdeling. Dus ik ben ook even live. Dus we gaan nu in de afdeling. Dus dat moet hier zijn. Als ik goed heb gekeken op de dingennummer. Nummer staat hier. 18. Het 78, dat zitten we juist. Toch nog maar eens controleren. Hé. Dus deze afdeling moeten we in. Dus we gaan even naar binnen. Dus hier moeten we zijn en we moeten ons hier aanmelden. Zo. Doe dat briefje naar hier ergens afgeven. Eens kijken. Hallo. Dus dat is deze afleiding dat we moeten zijn. Dus hier heb je het secretariaat. Dus daar gaan we even dus naar het secretariaat. Hier moet je dat afgeven. Dus gaan we even. We zitten nu in de wachtruimte. En we wachten tot we aan de beurt zijn. Dus hier gaan we. Dus het gaat wel snel. Gelukkig. Maar ik zal er al een zetje nog in. Dus we wachten tot ze komen. Ik zit nu hier voor de afspraak met de psycholoog. Dus we zijn nu binnen en nu gaan we praten. Want dat gaan jullie allemaal niet horen. Dus we moeten nu terug naar beneden naar de uitgang. We hebben een leuk gesprek gehad. Mijn masker moet even af. En nu moeten we naar beneden, dus we hebben niemand hier op de lift, dus dat lift trouwens. En dan heb je zo'n scherm. En dan kan je zo, moet je aanduiden. En dan krijg je de lift wat je moet pakken. En dan moet je kijken welke lift je moet hebben. En die lift, nu moet je dat nemen. Dus ja, dan gaan we naar beneden. Het was echt wel een leuk gesprek. Ja, we hebben natuurlijk al gesproken en zo, wat er natuurlijk allemaal aan de hand is. Ik ga het bespreken hier. Dus nu is het wachten op het zingen. Maar dat is wel leuk zo eigenlijk. Vroeger wist ik niet hoe het marcheerde, maar nu weet ik al waar het zo in het begin. Maar ze hebben dat eens uitgelegd dat het marcheert en zo. Het is wel warm. Dus dan gaan we naar beneden. Zo, we zitten in de lift en we gaan naar beneden. Ik denk wel dat andere mensen de lift gaan moeten hebben. Dus we zijn nu naar beneden aan het gaan. In de wachtrij. We zitten in de wachtruimte nu. En we gaan straks naar de dokter. Dus kijk, we zijn nu hier binnen en dan gaan ze alles controleren. Jullie hebben mijn lijf al gezien, dus het ziet er toch goed uit. Dus dat is altijd wel een beetje spannend, maar ik denk wel dat het goed is. Dus dat komt helemaal goed. Hey, welkom in. Kijk, dus wat ik heb laten zien aan deze dingen, was dus dit. Dus dit is wat ik wilde laten zien. Soms is het helemaal bloot. En dan wordt dat bekeken of dat beter genezen is. Vorige keer zag dat kei rood, nu niet meer. Ik heb het dus goed ingesmeerd en zo. Je moet dat elke dag een beetje onderhouden. 3 keer per dag moet daar zelf op. Dat doe ik ook. 3 keer per dag. Dus dan doen ze dan ook. Dat doe je dan ook zelf natuurlijk. En ook het testosteron wordt ook goed opgevolgd. Dus ik neem nu om de 2 weken testosteron. En dat vind ik al leuk eigenlijk. En dat is wel cool eigenlijk om te zien.
dat eigenlijk allemaal heel goed verloopt. Of dat mijn stem veranderd is, dat weet ik niet. Dat gaan jullie rapper horen dan ik. Maar je merkt wel dat ik heel veel mannelijke dingen heb eigenlijk, dus dat is ook wel goed. Dan hebben ze daar ook nog gezegd van dat het 4 à 5 jaar duurt voor dat je de operatie kunt doen aan, ja, aan je geslachtsdeel. Dus dat is eigenlijk wel heel keilang dat je dat dan kunt doen. Ook, maar eerst moet dan de baarmoeder eruit en de eierstokken voordat je die operatie eigenlijk kunt doen. Dus ja, daar moet je wel heel goed over nadenken, dus zo'n ding allemaal. Maar ik voel me eigenlijk gewoon nu gewoon een man. Het is niet dat ik denk van, hey, nee, dit of dit of dit. Dus voorlopig gaat er niks veranderen. Maar je weet natuurlijk niet over 2 of 3 jaar dat ik zo zeg van, ah ja, dat of beter, of dat of dat of dat. Je weet het nooit natuurlijk, maar momenteel staat dat niet op programma. Dus blijft het eigenlijk gewoon hetzelfde. Maar ik vind het wel leuk om jullie daar toch in mee te nemen altijd, omdat het stopt niet nadat je operatie hebt gehad, het stopt niet nadat je je testosteron hebt gehad. Allee, voor veel mensen is testosteron genoeg en zeggen ze van, kijk, ik zie eruit als een man, dat is genoeg. Bij de anderen is dat niet zo. Er zijn mensen die geen testosteron nemen, geen operatie, die zeggen van, ja, ik zie er goed uit, zoals het is. Maar ik vind het wel belangrijk om daar toch wel blijven in te filmen, zodat mensen dat ook wel weten van hoe het gaat en hoe het verder verloopt, omdat dat ook niet altijd duidelijk is, denk ik, voor de mensen. Mensen denken ook altijd direct van, ah ja, je beslist dat en morgen leed op de operatietafel. Maar dat is niet zo. Dus moest je dan nog vragen rond zijn, ik blijf het zeker zetten er maar onder. En die worden zeker verwerkt in de volgende video. Ik heb er eigenlijk niet zoveel vragen meer over, ik denk dat het ook wel heel duidelijk is. Maar ik blijf het ook zeggen, je hoeft je niet te schamen, je mag me privé sturen op Instagram, stuur me een mail. Dat staat ook hieronder waar dat je eigenlijk allemaal terecht kunt bij mij. Dus zeg je van, ja, ik wil daar liever niet op praten, openbaar, ik begrijp dat ook wel. Dan kan je me altijd sturen als je daar vragen rond hebt. Ik probeer er ook op te antwoorden. En dan zie ik het wel eigenlijk. Dus vond je dit een leuke video, zie ik het duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie je binnenkort een nieuwe video.